Lammers. Stijn van de Heerdik. Inspelen op Leidsman. Probeert daar weg te draaien bij een speler van Dordrecht. En ook goed meegedaan door Hobbel, de rechter verdediger. Meteen druk van Soumeli, geen overtreding. Goed de voordeelregel toegepast. Dit is een heerlijke bal op Leidsman. Goeie aanval van Top, eerste kans in de wedstrijd. En het gevecht om de tweede bal gaat nu plaatsvinden. Van der Heijden wint het, Leidsman. Meteen weer diepgang bij Rommens. Leidsman. Daar is dus Wels ontzettend mee aan de slag geweest. Dat is ook één. En Van der Ham bezig aan zijn vierde of vijfde periode bij Dordrecht. Dat is zelfs nog speler bij het roemruchte DS 79. Aktas. En die bal die had ineens diep gemoeten. Nu is Top Bos weg. Van der Heijden. Goed voor de man gekomen door Aktas. Hier bij de bal van Leidsman. Die maakt dan een overtreding op Aktas en dus de vrije trap. Kaak. Van der Heijden. Duel tussen Rommens en Bliek. Nu kan het gevaarlijk worden. Geens richting Leidsman. Keurig ingespeeld op Overgoor. Leidsman. Leidsman. Twee mensen van Dort in de buurt. Roosken. En de hoekschop. Ik doe Dordrecht bij Kloetingen. Speelde wat jaartjes bij Coët. Vertrok even voor een half jaar naar de Bulgaarse competitie. Nee, die verliest het van Rommens. Roosken. Sterk verdedigd, Roosken. Leidsman legt hem terug. Via Rommens, dit ziet er behoorlijk uit. Geuze krijgt de bal niet mee. De Top dacht eens aan buitenspel. Dat was geen zin het geval. Kaak. Moussaba. Balletje breed, loopt goed af voor Top. Geuze en Meulen. Schot geblokt. Aktas wint. Richting Leidsman. Van der Heijden. Nou mag jij geen mannetje passeren. Hij doet het toch. Nou mag ver komen. Stuy van de Heerlijk. Wie doet wat? Is dit geen buitenspel? En is dit een goal? Het is Leidsman. Assistent scheidsrechter. Dat is zijn eerste goal. Dus Leidsman. De doelpuntenmaker.
krijgt gewoon de vrije trap mee. Rooske. Dit is de leidsman. Vader kan bogen op een aardige voetbalcarrière, onder andere bij Anderlecht. Dat was meer de verdediger. Ren Vermeulen, dat vindt elkaar doorgaans heel erg gemakkelijk. Schalenkamp was dat voor de eerst. Ons wel. Gooit hem zomaar naar top. Leidsman. Aktas eerder bij de bal. Jongen, links, ga terug. Links, rechts. Leidsman. Rommens. Vermeulen door een Polly. Krijgt een deal. Niet bestraft door de scheidsrechter. Leidsman. Aktas in de buurt. Geen overtreding. Geens had toch wat anders in de gedachten. Nu krijgt Polly het balbezit. Fumeli in de fout. Rommens kan de bal oppikken. Marie van der Ham, 66 jaar. De trainer van Dordrecht. Zelf ook op een aardig niveau gevoet met wat ruimte. Speelt zomaar de bal in de voeten van de speler van Top. De huurling van Leipzig. Nu mag je. Leidsman. Krijgt de vrije trap mee. De Belgische jeugd international met de vrije trap. Er is lengte genoeg, alleen Top Os krijgt de bal weg. Geuze. En de broer van Justin Kluivert won dus afgelopen vrijdag bij Go Ahead. Is geen buitenspel. Leidsman. Te veel moeite om de bal onder controle te krijgen. Leidsman. Bliek. En de overtreding van Leidsman op voor Jansen. Leidsman. Leidsman krijgt de bal terug en Zwols. Leidsman. Rommens. En dit is zijn vervanger, Peters. Wat is er van?